Hallo mensen, welkom terug in de Megablok wereld en natuurlijk tegelijkertijd dan ook terug in een nieuwe Megablok video. Vandaag ga ik iets doen. Oh, dat was de verkeerde knop. Oeps. Ik ga namelijk het aanbeeld maken. En toen ik dacht van, wat zal ik gaan maken? Nou, kwam het aanbeeld natuurlijk naar boven. En toen dacht ik opeens van, ja, ik kan er wel uit zwart of grijze wol gaan maken. Maar het is natuurlijk, het is van ijzer of staal, denk ik, in het echt. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik hem ook uit ijzer maken. Alleen ja, ijzer is een behoorlijk licht bloktype. Niet licht qua gewicht, maar qua kleur. En ik denk toch dat ik hem uit grijze wol ga maken. Want zoals jullie ook zien, het heeft een soort van kleurverloop. Die ga ik er niet inbrengen, omdat ik ook niet eens vier verschillende kleuren grijze wol heb. Nou, ik zou kunnen zeggen dat ik dan voor deze kleur zwart neem. Maar ja, het zijn ook weer, het is ook niet dat het maar vier zijn. Het zijn aan de zijkanten weer net even andere kleuren. Dus ik ga hem gewoon uit grijze wol maken. Oh, ik doe nu weer alles fout. Oeps. Ik ga hem gewoon lekker uit grijze wol. Dus niet lichtgrijs, nee. En ook niet zwart. Ik ga hem uit grijze wol maken. Maar goed, ik ben nu al heel erg lang aan het praten. En jullie willen natuurlijk gewoon de timelapse zien. Hier komt hij dan. Oké, dames en heren, hij en jongens en meisjes trouwens ook, hij is af. En zoals jullie zien, daar staat gewoon een aanbeeld. Oké, hij is van wol, dus ik zou niet echt hierop willen gaan smeden of zo. Maar dus in elk geval de vorm van de aanbeeld. Ik vind hem op zich best goed gelukt. Ik heb, zoals jullie natuurlijk hebben gezien, als jullie de timelapse hebben gezien, onderweg kwam ik vaak een beetje tegen zo van, wat moet ik hier nu mee? Wat moet ik hier nu van maken? En ook op het einde kwam ik er nog achter dat het grote blok hier zo een, aan beide kanten een blok langer moest worden. Maar goed, al met al vind ik hem best goed gelukt. Laat even weten in de comments of jij hem goed vond. Als je het een leuke video vond, laat dan even een like achter. En ben je nog niet gesubscribed, subscribe dan even aan mijn kanaal. Maar mensen, ik bedank jullie wel heel erg voor het kijken van deze video. Ik zie je allemaal weer in de volgende video. Ciao.